Kijk, we zijn nu nog denk ik 2-3 maanden verder voor het echt gaat draaien, maar alle overeenkomsten zijn getekend. En de aannemer, de molenmaker, is al bezig met het begin traject. Maak je een klein gelukssprongetje dan toch? Ja, toch wel. Ja, ja, toch wel, ja. Want de problemen bezorgen Jos ook grijze haren. Het ging mis in maart vorig jaar. Het probleem is dat we een nieuw wiekenkruis hebben gekregen. En dat die uit deelbare roeden bestaat. Er twee gedeelten die aan elkaar zijn gemonteerd. En bij twee molens in Nederland is daar wat fout gegaan. En de Rijksdienst Monumentenzorg heeft besloten om alle molens preventief stil te zetten. Er zijn er 48 in Nederland en daar horen wij ook bij. Ze maken nu meel op Elektra. En tja, een molenaar zonder draaiende wieken. Ja, je ziel is uit je bedrijf eigenlijk. Dus ja. Ja, hoe belangrijk is dat? Ja, dat is echt een gevoelskwestie, dat is bijna niet uit te drukken. Eindelijk is er groen licht van Monumentenzorg. Nieuwe wieken worden gebouwd en begin van de lente gemonteerd. Ja, hij moet draaien. Ik ken Jos goed, die baalt ervan als een stekker. Hij zit er nog iedere keer op de wind, terwijl hij niet mag draaien. Maakt ons niet uit. We toch een signaal afgeven dat we wel willen. Het dorp leeft met hem mee. Ja, hier in de buurt is zeker. Waar je komt, dan iedereen begint erover. Dus af en toe moet ik in vermomming naar buiten toe. Ja. Petje op. Die snor is wel echt, toch, Jos? Ja, die is heel echt. Jos, de zon gaat schijnen. Ja, het zonnetje in mijn ogen. Dus het moet een goed voorteken zijn. Dankjewel, hè.